Hallo, daar ben ik weer, Paul van de Wegenwacht. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, en wat jullie misschien ook wel weten, is dat ik altijd start vanaf Berging Regio Leiden. Dat is het stallingsadres waar mijn Wegenwachtauto staat in Leiden. Nou, lijkt het mij dus leuk om jullie eventjes een klein stukje op mijn weg te laten zien. En door de straten van Parijs, daar klinkt altijd die oude wijs. Was het maar zo'n feest? Nee, dit is gewoon Delft. Niet minder mooi dan Parijs, hè? En smal. Je moet er langzaam rijden, zo midden in die stad. Hm. Maar snel verder naar mijn eerste gebied, Leiden. The place to be. Kijk hier, de Witte Singel. Het Rapenburg. Het is een museum van oudheden. Een blik op molen De Valk. Daar aan de overkant, daar sta ik op 17, 18 en 19 november met musicalvereniging Otis. Daar brengen we onze nieuwe show, Ik Wens. En waar is dan daar de Leidse Schouwburg? En wist u dat ze niet alleen in Frankrijk kastelen hebben? Aanschouw kasteel Poelgeest in Oegstgeest. Jee, wat een romantische. En dat gewoon in Oegstgeest. Het is wel geen Verona. Er is ook geen balkon. Maar toch doet het me denken aan... Julia! Julia! Oké, verder. De Bollestreek. Net buiten Leiden. Noordwijkerhout, Lisse. Een jaarlijkse trekpleister voor heel veel toeristen die zich laten fotograferen in allerlei leuke poses. Aangrenzend aan deze Bollestreek, de mooie stranden van Noordwijkerhout en Noordwijk. Iets verder naar beneden vinden we Katwijk en Wassenaar. Oh ja, voor ik het vergeet. De winterbanden, zitten die nog op je auto? Dan moeten ze eraf. Het is echt tijd voor de zomerbanden. Ik bedoel, de winter is wel uit de lucht, hè? Nou, het was mij waar genoeg een rondje van mijn werkgebied te laten zien. Ik ga nu afsluiten, want mijn dienst die gaat zo beginnen. Ik ben Paul en ik dank je voor het kijken. Wil je nou meer van deze vlog zien of die van Michael en Wouter? Abonneer je dan beneden op ons kanaal. Hey, en heb je nou nog een leuk idee voor een volgende vlog? Laat het mij dan even weten. De groetjes!